Dit toonaangevende bedrijf heeft zich ontwikkeld als wereldleider in het realiseren van professionele oplossingen voor paardenomheiningen en weidepoorten en hindernisbanen. Dus Naturally is actief in omheiningen, meer specifiek in paardenomheiningen voor pistes, voor weilanden. TopJumps is een bedrijf actief in hindernissen voor de paardensport. We verhuren en verkopen aan grote paardensport-events tot wereldbekerniveau. De Sutton Naturally was de eerste 20 jaar echt een heel klein bedrijf. We zijn daar verder in gaan investeren, verder gaan ontwikkelen en zijn we toch echt uitgegroeid tot een internationale speler. Enerzijds, onze hoofdfocus ligt natuurlijk nog altijd op omheiningen, meer bepaald paardenomheiningen. 2-3 jaar geleden hebben we ook nog een nieuwe markt ontwikkeld met schuilstallen. We zijn als bedrijf volledig verticaal geïntegreerd. We kopen het hout rechtstreeks aan in de zagerijen in Afrika. Vervolgens laten we het hier acclimatiseren gedurende enkele maanden of zelfs een jaar. Vervolgens gaan we dan het hout gaan schaven en gaan we het gaan verwerken op onze CNC-gestuurde machines. Ook de poortonderdelen worden allemaal gemaakt hier en worden de poorten op de authentieke manier ook geassembleerd. Het is ons doel om ook vooral een meerwaarde te kunnen creëren voor de klanten. Het product dat we leveren, dat zich daar mooi integreert in de natuur, in de omgeving bij de klant. Als marktleider vinden we het ook belangrijk om ook de markt te blijven domineren en moeten we ook constant innoveren. Dat doen we door, we waren de eerste die een lasergestuurde palenklopmachine hadden. We waren de eerste met een CNC-gestuurde machine voor het maken van paardenomheiningen. Het ecologische gebeuren is de dag vandaag ook veel belangrijker geworden dan pakweg 20 jaar geleden. Daar zijn we toch ook constant mee bezig. We zijn bezig met een nieuwe markt te gaan ontwikkelen in Amerika. Ook nieuwe producten, nieuwe materialen, ecologische materialen. Ik ben vooral trots dat ik het bedrijf dat mijn ouders 40 jaar geleden hebben opgestart, kan verder zetten. We zijn er 40 jaar geweest voor onze klanten. We hopen dat de komende 40 jaar ook te zijn. We hebben nog van alle nieuwe ontwikkelingen die we kunnen gaan doen. We hebben een topteam klaarstaan om te groeien naar de next level.